Misschien ken je het lied Egidius, waar best u bleven, maar dat het 600 jaar geleden geschreven werd in Brugge en dat het in het Gruuthuze handschrift staat, weet bijna niemand. En dat het Gruuthuze handschrift op zichzelf ook nog de moeite waard is, is helemaal onbekend. In 2007 was er ophef over de verkoop van dat handschrift aan de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Het boek verdween definitief uit Vlaanderen, waar het 600 jaar lang in familiebezit was gebleven en waar het tot het belangrijkste culturele erfgoed behoorde. Dat haalde wel het nieuws. Maar werd deze verzameling daarmee nu bekend? Veel te weinig in elk geval. Toch is het Grutu's handschrift veel meer dan dat ene beroemde lied: het is een perkamentenboek met de hand geschreven in Brugge kort na 1400. Het boek bevat een verzameling liederen, gedichten en gebeden van één of twee dichters die rond die eeuwwisseling leefden. Het Grutuse handschrift bevat dus teksten die op dat moment ook daadwerkelijk in Brugge gezongen, gelezen en gebeden werden. Dat is heel uitzonderlijk voor die tijd. Middeleeuwse handschriften die nog bewaard zijn, bevatten bijna altijd teksten die ouder zijn, vaak veel ouder dan het boek waar ze in staan. Van de Forse Reinaarden, om een voorbeeld te noemen, kennen we vooral uit handschriften van rond 1400, terwijl de tekst op dat moment al meer dan een eeuw oud is. Bij het Grutuze handschrift is dat niet het geval. Het zou wel eens onder de ogen van de dichters gemaakt kunnen zijn. Zo brengt deze bijzondere verzameling teksten ons dicht bij de wereld waarin ze circuleerden. Een bruisende handelsstad, waar kooplieden en edelen uit heel Europa elkaar ontmoeten, waar op straat Nederlands, Frans, Duits, Italiaans en soms wat Engels werd gesproken. Brugge was een economische en culturele metropool, waar invloeden uit de hele bekende wereld samenkwamen. Dat zie je ook in de teksten. Veel ervan gaan over de liefde, en zoals nu Engelse popsongs de toon aangeven. Waren het toen Duitse en Franse dichters die de mode bepaalden? De Brugse dichters kenden dat werk heel goed en dat hielden ze ook niet verborgen. Iedereen die een beetje op de hoogte was van de literatuur van die tijd kon zien dat ze zich wilden meten met de Europese top, en dat lukte overtuigend. De teksten in de Gruthuizenverzameling verzameling verdienen een plaats. Tussen het beste van de Europese literatuur rond 1400. Het handschrift dat kort na 1400 gemaakt is, ontleent zijn naam aan een latere eigenaar, de edelman en boekenverzamelaar Lodewijk van Gruthuze. Rond 1455 liet hij zijn wapenschild op de eerste bladzijde schilderen, zoals hij ook met andere boeken deed die hij toen aanschafte. Lodewijk had vooral prachtig geïllustreerde Franstalige boeken in zijn bibliotheek. Hij spiegelde zich aan Philips de Goede, de Bourgondische hertog van wie hij een belangrijke raadsman was. En rond het Bourgondische Hof was Frans de voertaal. Dat er naast die prachtig geïllustreerde Franse handschriften ook plaats was voor boeken in het Nederlands in Lodewijks bibliotheek, is heel bijzonder en laat zien dat hij gehecht was aan zijn moedertaal. Het is helemaal niet ondenkbaar dat hij wel eens heeft zitten lezen in het handschrift dat tegenwoordig naar hem genoemd wordt. Het grootste deel van Lodewijks boekenverzameling is terechtgekomen in de bibliotheek van de Franse koning... en bevindt zich nu in de Bibliotheek Nationale te Parijs. Een paar boeken zijn elders heen gegaan en het Gruthuze handschrift is er daar één van. Hoe het boek precies van de ene op de andere eigenaar is overgedragen... Is een groot raadsel. Maar in elk geval is het tot 2007 privébezit geweest van een baron en in of nabij Brugge bewaard. Nog even terug naar die geruchtmakende aankoop door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Die lag erg gevoelig en terecht. Een van zijn grootste literaire schatten verliet Vlaanderen voorgoed en ging nog wel naar Nederland. De Koninklijke Bibliotheek was zich daarvan goed bewust. En heeft ervoor gezorgd dat het boek online goed toegankelijk werd. Bovendien was het boek zelf vanaf nu ook volop toegankelijk, zowel voor onderzoekers als voor andere belangstellenden. De Nederlandse hoogleraar Herman Brinkman heeft een voorbeeldige uitgave gemaakt van de liederen, gebeden en gedichten. En in 2013 was er een mooie tentoonstelling in Brugge. Het boek kwam voor een paar maanden terug in het Gruthuizenpaleis. Door al die aandacht en door het onderzoek is er meer bekend over de teksten, de dichters en de kring van literatuurliefhebbers rond deze verzameling. Het Gruthuze-handschrift krijgt zo langzamerhand de aandacht die het verdient.